Oké, Nederland, waar u ook bent. Als Nederlander of als liefhebber van het Nederlandse voetbal. In Nederland of waar ook ter wereld. We staan aan het begin van misschien wel een mooi WK. We staan in ieder geval, dat weten we nu al, aan het begin van Nederland-Spanje. We gaan naar het stadion, naar onze verslaggevers ter plekke. Mark van Hintem, kijk mee hier in de studio. We gaan naar Ronald van der Geer en Jack van Gelder. Veel plezier. Bijzonder goedenavond vanuit de Arena Fontenova hier in Salvador de Bahia. De vlag van de FIFA wordt het veld opgedragen. Dan komen de gladiatoren op het veld. De nummers 1 en 2 van de wereld in 2010... Toen won Spanje in de verlenging. Het is 26 graden. Maar we staan hier met kippenvel. Ook met het inzetten van het Wilhelmus zijn er toch veel meer Nederlanders dan we dachten dat er waren. Veel oranje shirts dachten we waren geen Nederlanders. Maar toch wel heel veel mensen zongen mee met het Wilhelmus. Ronald van der Geer, ik heb er ontzettend veel zin in. Laten we hopen dat het het begin is van een geweldig WK en een heel mooi tijdperk samen. Ik heb er overigens ook zin in. En ik hoop dat Oranje er zin in heeft. Maar dat stralen de jongens al dagen uit. En ik moest net, ik keek in die catacomben in het gezicht van bijvoorbeeld een Stefan de Vrij. Die toch altijd zijn hele leven, nou dat is nog niet zo heel lang, maar gedroomd heeft om dit mee te maken. Dat strakke koppie, de gespannenheid, het feit dat een bladzijde in een jongensboek wordt omgeslagen. En misschien vanavond er wel een nieuwe pagina aan wordt toegevoegd. Geweldig. De Oranje mannen wensen elkaar het allerbeste. Zo halverwege de helft aan de andere kant. De Spanjaarden die hun positie kiezen. De aanvoerders staan inmiddels bij de scheidsrechter, een Italiaan. Vanavond Nicola Rizzoli. Die overigens ook de laatste wedstrijd op het EK floot van het Nederlands elftal. De nederlaag toen tegen Portugal. Het plaatje Casillas, de scheidsrechter en Robin van Persie. En ik ben toch wel heel benieuwd, Jack, ook naar Robin van Persie. Hoe is het met hem? Hoe fit is hij? En hoe is het toch met die Lies? De laatste dagen leek hij er eigenlijk geen last meer van te hebben. Topfit dus aan deze wedstrijd te kunnen beginnen. Nou, maar eens even afwachten. Sowieso hoe dit Oranje ervoor staat. Want dat is toch het grote vraagteken. Hoe goed is Oranje? Nee, voor mij aan dat Spanje ontzettend veel respect heeft voor dit Nederlands elftal. En ook best enige vrees. Omdat wij een aantal spelers in deze formatie hebben die zomaar iets kunnen uitrichten. Natuurlijk aandacht naar Van Persie, naar Sneijder en naar Robben. Goed, maar het geeft wel aan dat die Stefan de Vrij barst van het zelfvertrouwen. Oh, daar gaat Sneijder, daar gaat Sneijder, daar gaat Sneijder. En daar is Casillas. Daar is Casillas. Daar was in één keer Wesley Sneijder als een duveltje uit een doodje gevonden door Robben. Wat een kans voor het Nederlands elftal. Ja, die bal moet erin. Als je zo een kans krijgt in de openingsfase van de wedstrijd. Zomaar ging die bal van Robben naar Sneijder. Sneijder had meer tijd misschien nog dan hij dacht te hebben. En schoot hem en Casillas stond in de weg. Maar Nederland weer in de aanval. Nu met Robben. Robben richting het 16 meter gebied. Van Persie, dat moet enorm veel zelfvertrouwen geven. Oké, die bal gaat er niet in. Maar er zijn kansen aan de rechterkant van het veld. Daar lag een mogelijkheid. Zag de Jong. Janmaat kon niet bereikt worden. Zat een voetje tussen. In de vrije trap genomen. Maar Oranje staat weer in positie. Iniesta in de middencirkel. Silva dichtbij. Spelen samen eigenlijk twee keer, drie keer de Jong uit. Dan de bal van Xavi richting Costa. Nou, Costa de ruimte. Kapt daar de vrij uit. Hij geeft de penalty. Hij geeft de penalty. Costa gaat naar de grond en Oranje krijgt een penalty tegen. Op het moment dat Diego Costa aan de linkerkant van het strafschopgebied is, komt hij in het duel met Stefan de Vrij. Dan gaat de spits naar de grond. En dan wijst de scheidsrechter resoluut naar 11 meter van Jesper Sillissen. Het is geen buitenspel, zien wij hier in de herhaling. Maar wat gebeurt er daarna? Hij neemt aan de linkerkant. Ja, hij neemt hem mee. Dat is het enige wat ik zie. Stefan de Vrij neemt in zijn maar wat kan hij doen? Nee, hij heeft toch niets met een penalty te doen? Dit is optimaal profiteren van de omstandigheden. En er ligt een been en dan ga ik maar overheen hangen. Hij glijdt en Costa zoekt nog een beetje naar dat been. Het is een gevonden penalty. Oog in oog, Xabi Alonso met Jasper Sillissen. We spelen 26,5 minuut. Een penalty met een luchtje. Na de glijpartij met De Vrij en Diego Costa. Nu Xabi Alonso met zijn aanloop. Sillissen. En die gaat erin. Spanje op 1-0 voor. Met een, ja, ik zeg toch, gekregen penalty. De voortzetting is niet goed. En dat betekent dat je te weinig doelgericht balbezit krijgt. En dat je voorwaarts ook nooit in de wedstrijd kunnen komen. Misschien dan met één geniale bal. Nu aan de linkerkant van het veld. Deli Blind. Het is Robben die de bal misschien vraagt. Het is geen buitenspel bij Van Persie. Van Persie. En die komt er erin. Ja! Het is 1-1. Het is 1-1. Wat een wereldgoal. Deli Blind. En het is geen geintje natuurlijk. Het is gewoon 1-1. Wat een ongelofelijke lekkere goal. Robin van Persie. Wat een bal. En ik zei het. Eén keer sta je geen buitenspel.
Nu via Sneijder en aan de linkerkant Blind. Blind naar Robben. Naar Robben. Nee, maar aanraaien en schieten. En schieten. Kappen schieten. Ja! 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 Arjen Robben zet het Nederlands elftal op een 2-1 voorsprong. Wat een geweldige actie van Robben. De mensen die het verschil moeten maken, maken vandaag het verschil in de eerste helft van Persie. En nu dus Arjen Robben. Oranje, Oranje staat voor tegen de wereldkampioen. Is het mooi zeg, niet te geloven. Onvoorstelbaar. Arjen Robben, kus naar de camera. Yes, yes, yes. Wesley Sneijder en Arjen Robben bij die vrije trap aan de linkerkant van het veld. Wie zijn er mee? Vlaar, De Vrij, Martens Indy. En Van Persie, dat zijn de targets in het strafschopgebied. Waar Arjen Robben er nu ook nog bij komt. Oftewel, Wesley Sneijder gaat die vrije trap nemen. Vanaf de linkerkant richting Casillas. Casillas gaat erbij. Hij zit erin. Stefan De Vrij. Stefan De Vrij maakt hem. De man die de stuurman was in de eerste helft. Staat nu bij de tweede paal. En schiet die bal binnen. Stefan De Vrij. Hij met dat strakke koppie voor die wedstrijd. Hij maakt die goal. Wat is dit leuk. Stefan De Vrij, de 3-1. We gaan het wel een avond maken, een beetje. Maar zeg jij nou, dit is leuk. Dit is te gek. Dit is waanzinnig. Ja, dan moet Sergio Ramos de bal even terugspelen. Doet dat richting Casillas. Casillas, opgejaagd door Van Persie. Die raakt de bal kwijt. Dan gaat de 4-1. Ja! Het is 4-1. Het is 4-1. Ik begrijp waarom je niet meer mag zien bij Casillas. Bijna helemaal dit. Je kan er geen houtje touwtje meer van. Je maakt een tweede fout. Het is 4-1. Het is 4-1 voor Oranje. Onvoorstelbaar. Bank van die Spanjaarden. Een bank, ja, ongelooflijk. Daar zit meer op dan op een normale IJslandse bank. Kijk eens naar die gezichten. Van Persie, 4-1. Sneijder met een goede bal richting Robben. Nu wordt het hardlopen voor volwassenen. Met Robben. Robben loopt Sergio Ramos eruit. Terwijl Casillas moet komen, maar die komt niet. Draait Robben, wordt het 5-1. Wordt het 5-1? Is het zo een dag? Ja! Het is zo een dag! Het is zo een dag! Het is zo een dag! Het is 5-1! Het is niet te geloven! Het zijn mensen die aan alle kanten worden weggezet. Sergio Ramos wordt eruit gelopen. Dan komt ook die man in het geel met de rugnummer op zijn achterkant eruit. Die kan er ook niks meer aan doen. En Robben, nou, het is... Ik heb dit niet. Je hebt er geen woorden meer voor. Het is de 80ste interland die ik voor Nederland op de radio mag verslaan. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Check, het is mijn eerste. Ik heb dat nog nooit meegemaakt. Dit is ongelooflijk. De fluit in de mond doen. Gaat hij nu deze zege definitief in de geschiedenisboeken schrijven? Jawel. Hoor het stadion. Voor het grootste gedeelte toch Oranje vanavond in Salvador. En het stadion klapt een staande ovatie voor het elftal van Louis van Gaal. Het elftal dat dus vanavond Spanje vernedert met een 5-1 overwinning. Nog even voor alle duidelijkheid. Robben maakte een doelpunt in de 80ste minuut. Dat was de allerlaatste. De mooiste was van Van Persie nog in de eerste helft kort voor rust. Van Persie maakte nog een doelpunt. Robben, De Vrij maakte ook nog een doelpunt voor het Nederlands elftal. En zo komen we uiteindelijk dus op de 5-1. De 5-1 overwinning van Oranje op Spanje. Kijken naar het veld. Ja, die spelers van het Nederlands elftal die gaan naar de scheidsrechter. Bedanken hem hartelijk. Maar uiteindelijk ook de omhelzing en toch het verdiende handje. De felicitatie van de Spaanse opponenten. Want er was vanavond, zeker in de tweede helft, maar één ploeg die domineerde. Eén ploeg die de lakens uitdeelde. En één ploeg die het voor het zeggen had in dit stadion in Salvador. Gebouwd met min of meer Nederlandse handen. Dat was toch echt het Nederlands elftal. Gesteund door het Oranje Legioen kunt u straks gaan luisteren naar de bondscoach en alle spelers. Ik groet u vanuit Salvador. Oké, want Ronald die moet een vliegtuig halen. Gaat nu direct in het vliegtuig.